Hoi, welkom iedereen. Dit is een extra videootje inzichten na de nieuwe maan. Nu, we zitten nog volop in de energie van de nieuwe maan in Vissen. Ik heb deze drie kaarten getrokken en ik wou graag deze met jullie delen. Ik had ook al via de community laten weten dat er afgelopen weekend toch best wel wat is gebeurd in de energie. Ik voelde dat vooral voor mezelf, maar aan jullie reacties te zien hebben heel veel mensen gevoeld dat er wat verschoven is, dat er heel veel gebeurd is. Voor mij voelt het aan alsof er een soort van download is gebeurd of dat wij naar een hoger niveau zijn gebracht. En als je het gevoel had dat je een beetje aan het trillen was, dat je het misschien af en toe koud had en dan weer warm, af en toe enorm in de rust bent gegaan en dan terug in de onrust. Dat zijn typische kenmerken als jouw lichaam zich aanpast aan een nieuwe energie. Dus dat is het loslaten door het trillen. Of door het trillen ga je oude energie loslaten en tegelijkertijd plaatsmaken voor het nieuwe. Ik heb deze drie kaartjes getrokken. Dit is een reading of een inzichtje dat wat dieper gaat, want deze kaarten vind ik zeer bijzonder. Ik ben zeer benieuwd wat jullie ervan denken. Misschien zal het niet iedereen aanspreken, maar ik wil het toch heel graag met jullie delen. De eerste kaart die ik trok was die van Pachamama. En ja, dat is de godin van de aarde. En ja, zoals wij ze misschien noemen, Gaia. En zij zorgt voor alles wat op aarde leeft. De natuur, dieren, mensen uiteraard, maar ook alles wat zich op aarde bevindt. Zij zorgt ervoor dat alles met elkaar verbonden blijft. En vooral liefde, onvoorwaardelijke liefde. En dat vind ik zo apart dat deze kaart naar voren komt. Want zoals jullie misschien al weten, zou ik graag de Q-lichtcirkel met de Lavender Love organiseren, omdat dat net staat voor onvoorwaardelijke liefde. En omdat er heel veel gebeurt ter hoogte van ons hartchakra op dit moment. En ook voor de komende weken. Dus deze kaart laat ons voelen dat we verbonden zijn met elkaar, met de natuur. Dat we op een of andere manier worden beschermd. En dat het allemaal gaat om onvoorwaardelijke liefde. Voor onszelf, voor onze medemens, maar voor de aarde in het algemeen. Voor alles wat op deze planeet leeft. Dus dit is de godin van de aarde. En deze kaart wil ons eigenlijk ook eraan herinneren dat alles wat we ervaren in het leven, de fijne en de minder fijne dingen, alle plezier, maar ook alle pijn of alle verdriet, dat dat nodig is. Dat noem het een evenwicht. Van het ene naar het andere, dat dat nodig is om onze ziel te helpen om te groeien. Om beter met gevoelens om te gaan, om beter met onze gevoelens om te gaan. En ook om op die manier onvoorwaardelijke liefde toe te laten. Dus deze kaart zegt dat wij zowel pieken en dalen hebben in ons leven, omdat we zouden kunnen leren omgaan met wat we voelen, daar steeds sterker in worden en dat we onszelf kunnen openstellen voor onvoorwaardelijke liefde. Voor mij is dat vooral de liefde die we dragen in onszelf en die we kunnen delen met anderen, zonder voorwaarden uiteraard. Deze kaart vraagt ook om voor onszelf te zorgen. En weer heel typisch, bij de nieuwe maan in Vissen werd dat ook al eerder aangegeven. Zorgen voor jezelf, zorgen voor je lichaam. Misschien ook een goede tijd om te ontgiften. Maar vooral van jezelf houden. Dat is blijkbaar belangrijk nu. Om het plezier te voelen. Ook al zijn de omstandigheden niet ideaal. Ook al zijn de dingen in jouw leven niet ideaal. En heb je misschien je zorgen. Probeer toch het plezier te vinden. Ongeacht de omstandigheden waarin je leeft. Dus het is alsof de energie ons uitdaagt om het allerbeste uit het leven te halen. Om ook het positieve te zien, naast het minder fijne of het negatieve. En dat net om ons krachtiger te maken. Het is alsof we ons niet mogen laten tegenhouden door tegenslagen of dingen die niet onmiddellijk lukken. Dat we
die kracht vinden in onszelf om door te zetten, om te geloven ook in het positieve en over het negatieve heen te gaan. Zoals bij deze kaart trouwens wordt ook weergegeven, de aarde heeft heel veel bergen, maar ook heel veel zeeën, oceanen. Dus die tegengestelden die zijn aanwezig, maar die houden alles ook op een of andere manier in evenwicht. Dus zowel het plezier als de minder fijne momenten in ons leven, die helpen ons om de energie eigenlijk te laten stromen, zodanig dat wij verder gaan groeien. Ik denk dat ik jullie daar niet veel meer hoef bij uit te leggen, dat jullie wel begrijpen wat die kaart wil zeggen. Het gaat er vooral om dat we ons niet laten tegenhouden. Hè? Dat wat onze omstandigheden ook zijn, in welke situatie we ook leven, dat we er eigenlijk altijd iets beters van kunnen maken. En dat is ook weer heel mooi en heel typerend ook aan de energie op dit moment. Van, weet dat er iets beters op jou wacht. Stel jezelf open, toekomstgericht. Hou niet te veel vast aan het verleden of aan hetgene wat je op dit moment hebt. Maar stel jezelf ook open naar meer, naar beter. Deze kaart, die eerste kaart, wil ons daar ook nog eens extra aan herinneren. Richt je op het positieve. Omarm of aanvaard wel wat je nu voelt of wat er nu is. Maar voel ook de liefde in allebei. Voel ook een beetje de liefde in de pijn of in de zorgen die je hebt, maar ook tegelijkertijd de liefde in het plezier dat je hebt of de fijnere dingen in jouw leven. En wat ik zelf heel belangrijk vind, en wat ik toch nog merk bij heel veel mensen, is dat heel veel mensen toch nog leven met de gedachte dat het leven gewoon moeilijk is. Of bijvoorbeeld dat je hard moet werken om ergens te komen. Van waar komt die gedachte dat het leven moeilijk is, dat het leven een strijd is, dat het leven iets is waar je voor moet vechten, dat je hard moet werken, hard moet studeren om ergens te komen, dat je heel veel uren moet werken om voldoende te verdienen bijvoorbeeld. Van waar die gedachte? En kan jij dat loslaten? Dat is ook wat die kaart geeft heel veel mee. Dus probeer eens de gedachte los te laten. Dat het leven moeilijk is. Of stop vooral met het voeden van die gedachten. Hè? Doe voor jezelf eens iets positiefs om ook de liefde te laten stromen op de minder makkelijke momenten. Momenten waar je het wat moeilijk hebt. Ik weet dat dat voor sommigen misschien veel gevraagd is. Maar probeer op momenten dat je het even moeilijk hebt, of dat de dingen niet echt vlot gaan in jouw leven, probeer je dan toch even te focussen op iets positiefs. Ook al is het iets heel kleins, probeer dat toch eens even en voel hoe de energie in jou zelf verandert daarmee. Ja, en dan de tweede kaart, The Ancient Ones. Ik zal sowieso een aparte foto nemen van iedere kaart en deze op Instagram plaatsen. Je kan me vinden onder Leni Kracht van Licht via Instagram. Mocht je deze kaarten toch van dichterbij willen bekijken. Want er zijn heel veel details. Heel veel symbolen ook hierin verwerkt. Maar ja, die Ancient Ones. De ouderen. Dat zijn eigenlijk die mensen of die zielen. Die worden gezien als degene die iets hebben overwonnen, die eigenlijk ook de tijd hebben overwonnen, die iets hebben doorbroken in hun leven hier op aarde. Dus dat zijn wel degelijk wezens, mensen die hier op aarde hebben geleefd, die het menselijke heel erg hebben ervaren, maar erin zijn geslaagd om iets te doorbreken. Die hebben de tijd overwonnen, die zijn kunnen ontsnappen op een of andere manier aan het eindige van het leven. Die hebben het oneindige ontdekt. Hetgene wat nooit stopt. Zij waren ooit op aarde, net zoals wij. En nu leven zij verder in een soort van andere dimensie, zo zou je het kunnen zien. Maar in de oneindigheid. Dus zij zijn ergens aanwezig.
En wij kunnen beroep doen op hun wijsheid. Dus the ancient ones staan voor de wijzen, degene die al hun, vanuit hun ervaringen op aarde ons helpen, ons begeleiden, ons ondersteunen. Er zijn voor ons, hè. Deze kaarten, hè, komen voort uit het shamanisme. Ze zijn trouwens gecreëerd door Colette Baron-Reed. Ik zal de deck onderaan in de video vernoemen. Maar ja, de ancient ones zijn degene die heel veel wijsheid in zich dragen. En wij kunnen daar beroep op doen. En als wij volledig gaan voor onze levensmissie, of datgene wat ons roept in dit leven, dan zullen zij ons helpen, zullen zij ons begeleiden, zodanig dat wij datgene kunnen gaan realiseren wat we willen. Hè? Dat is wat deze kaart eigenlijk wil zeggen. Deze kaart spreekt vooral over onze taak ook in de evolutie, in de mensheid, de groei ook. De groei van de mens, hoe we doorheen de tijd groeien in ons bewustzijn, ons steeds bewuster worden van wie we zijn en hoe we met alles en iedereen verbonden zijn. Dus onze taak in de evolutie, zo staat het eigenlijk letterlijk in de handleiding. Hoe wij belangrijk zijn voor de verandering ook in de energie, hoe wij daar deel van uitmaken en ook hoe wij daar onze taak in hebben. De energie die zodanig verandert in deze tijd, maar wij die daar net iets heel moois kunnen meedoen, dat wij ook anderen kunnen helpen door daarin mee te gaan. Wij mogen nu datgene worden wat we werkelijk zijn. Zo wordt het eigenlijk weergegeven. Wij mogen nu echt onszelf zijn. Wij mogen nu dat stukje van onszelf naar buiten brengen. Ja, dat wat we werkelijk zijn. Deze kaart is een soort van, ja, zeg maar, uitnodiging. Er wordt ons gevraagd om helemaal in die nieuwe energie te gaan staan en datgene te gaan doen wat helemaal van ons is. Wij krijgen nu de kans om onze eigen toekomst te bepalen. En dat gaat heel belangrijk zijn bij deze nieuwe maan en zeker naar de komende volle maan toe, maar ook de komende maanden. Wij kunnen onze eigen toekomst bepalen. Wij zijn in staat om bepaalde zaken richting te geven. Wij kunnen ook bepaalde zaken veranderen. Door volledig in die nieuwe energie te gaan staan, nemen wij ons leven in handen. En niet alleen ons leven, maar ook hoe we verbonden zijn met anderen, hoe we bepaalde zaken kunnen realiseren voor anderen en voor de mensheid eigenlijk. Dus dit gaat veel, veel verder. En daarom vind ik het zo'n aparte reading. Dit gaat veel, veel verder. Dit is iets... het is alsof we op een punt zitten in onze evolutie, waarin wij heel veel kunnen veranderen, heel veel dingen richting kunnen geven, die misschien sowieso binnen tientallen jaren, maar misschien ook binnen honderden jaren, nog een bepaalde invloed gaan hebben. Voelen jullie hoe diep deze kaarten gaan? Deze tweede kaart wil er ons ook aan herinneren dat we veel meer kunnen dan we denken. Dat we ook veel meer aan kunnen dan we denken. Dat we onszelf toch nog ergens altijd een beetje onderschatten. Dus doe sowieso altijd meer dan je denkt aan te kunnen. Ga voor dat grootste, ga toch voor net iets meer. Onderschat jezelf zeker niet. Wees je bewust van hetgene. Ten eerste wat je al in je hebt, maar weet ook dat daar nog een extra kracht achteraan zit. Dus eens dat jij in die nieuwe energie stapt en datgene doet wat echt van jou is, dan komt daar nog een extra kracht, een extra energie bij. Dus ga voor het grootste. Laat je niet beperken of beperk jezelf zeker niet in je doen of hetgene wat je wil gaan realiseren.
Want uiteindelijk, hè, we hebben allemaal die oneindige krachten, die eindeloze kracht. En we kunnen ook allemaal contact maken met die oneindige bron van energie. Die oneindige bron van wijsheid, van kennis. Het doet me een beetje denken aan de aas van staven in de Osho Zen Tarot. De source, de bron, de onuitputtelijke bron. En dat is hetgene waar we eigenlijk allemaal mee in contact staan. En dat is ook wat deze kaart ons wil aangeven. Er is een overvloed aan wijsheid, aan energie, aan kennis. Dus doe daar gerust beroep op en neem het groots, pak het groots aan. Ja, en dan de laatste kaart. Gewoon een zeer bijzondere kaart. Niet zo makkelijk om uit te leggen, omdat ik heb zelf ook een beetje op zoekwerk gedaan naar deze kaart. Hè? Medicine Wheel. Het is een manier die wordt gebruikt. Ik ben vanuit het shamanisme. En je ziet op deze kaart ook meerdere dieren afgebeeld. Maar dit rad bestaat uit 4 delen. En deze methode wordt gebruikt, of werd eerder al gebruikt, om mensen verder te helpen, om mensen door hun transformatieproces te helpen, om mensen te helpen zich meer bewust te worden van wie ze zijn en wat ze kunnen doen. Dus dit is een beetje de cyclus van het leven, datgene waar we doorheen gaan in het leven, ook de cyclus van de natuur uiteraard. Maar alles wat steeds terugkeert, alles waar we steeds meer uit kunnen leren. En deze kaart laat eigenlijk de 4 stappen zien die nodig zijn om volledig in contact te komen met jezelf, met je kracht en met je wijsheid. Dus alweer zo'n kaart die een heel stuk dieper gaat. Dus ik ben zeer benieuwd of jullie dat ook voelen, dat op dit moment wij de kans krijgen ook de kracht bezitten om heel diep in onszelf te duiken, om echt op zoek te gaan naar dat stukje wat zich volledig wil laten zien, maar dat we ook door een soort van cyclus gaan en dat we echt kunnen gaan, niet alleen gaan zoeken in onszelf, maar ook tot dat punt kunnen komen waarin we volledig compleet zijn, volledig zijn, dat we ons volledig voelen, dat we ons één voelen met onszelf en ook met alles rondom ons. Dus voor wie het interesseert, de 4 stappen. Ik ga de kaart proberen een beetje te verlichten, als het lukt. De 4 stappen die nodig zijn om volledig in contact te komen met je kracht, met je wijsheid en je zo compleet te voelen, om je zo volledig te voelen. De eerste stap is de heldere blauwe lucht manifesteren. Het is belangrijk dat je de tijd neemt om te kijken naar jezelf. Kijk naar wie je bent en hoe jij jezelf laat zien. Dit staat voor het zuiden trouwens, de energie van het zuiden. En ik zal in de community ook binnenkort een berichtje plaatsen over de energie van de windstreken. Dus dat hebben jullie ook nog te goed van mij. Maar de eerste fase komt vanuit het zuiden, met de energie van het zuiden. Je kan het wiel instappen vanaf het zuiden. En dat is nodig om alle gebeurtenissen uit het verleden, waar jij je nog aan vasthoudt of die op een of andere manier je nog vasthouden in het verleden, om dat volledig los te laten. Dat is de eerste stap. De tweede stap komt vanuit het westen. Dus we gaan met de klok mee. En het westen, of de energie van het westen, geeft je een beter inzicht in relaties. Maar laat je ook heel duidelijk zien welke relaties niet goed voor jou zijn. Welke relaties misschien zelfs toxisch zijn, die relaties die al jouw energie uit jou halen. Contacten met mensen die je hebt, maar waar jouw energie volledig in verloren gaat.
Ik ga er even heel kort overheen, want ik zou daar heel diep kunnen op ingaan. Maar zo hebben jullie een idee waar het over gaat. Als jullie dat toch zouden willen doen, die vier stappen, en dan kan je daar meer over vinden. Sowieso via internet, oftewel contacteer je mij maar eventjes. Dan vanaf het noorden. Met de energie van het noorden kan je jezelf de vraag stellen. Weet ik wat mijn passie is? Weet ik op dit moment wat mijn passie is? En hoe ik deze naar buiten kan brengen? Hoe ik deze kan laten zien? Dat is de derde stap. En dan de laatste, met de energie van het oosten, kan je je visualiseren. Hoe jij wil dat je toekomst eruit ziet. Hoe je leven er gaat uitzien. Wat jij voor jezelf ook wil in dit leven. Dus mocht je hier doorheen willen gaan door die vier fases, neem je tijd daarvoor. Misschien doe je dit in enkele uren of enkele dagen. Of misschien neem je daar enkele maanden voor. Dit is iets, als het jou aanspreekt, dit is iets wat je kan doen voor jezelf. Want wanneer je klaar bent, kan je uit het wiel stappen en kan je je leven verder zetten. En dan ga je ook voelen dat je op een andere manier in het leven staat. Dat je inderdaad ook veel meer in contact bent met jezelf. Maar dat het ook veel duidelijker gaat zijn wat je wil, wat je in je draagt en wat je naar buiten wil brengen en op welke manier je dit wil gaan doen. Het is een aparte reading of een apart extra inzichtje bij de nieuwe maan. Maar ik moest het gewoon delen, omdat deze kaarten heel diep gaan. Ons nog eens vragen om ons te verbinden met onszelf en met alles om ons heen. En het allerbeste uit het leven te halen. Positief te blijven. En te weten dat we niet beperkt zijn. Niet beperkt zijn in onze energie, in ons doen. Dat we eigenlijk tot alles in staat zijn. Dus dat wou ik jullie vooral meegeven. Laat gerust een berichtje achter in de opmerkingen. Wat je hiervan vindt, in hoeverre het herkenbaar is. De likes zijn ook altijd fijn om te krijgen. Ik heb gemerkt dat daardoor mijn video's toch ergens meer worden bekeken. En dat is natuurlijk wel fijn. Dus als je iets hebt aan mijn video's, geef me dan gerust een likeje. Dat geeft mij ook een beetje een beeld van hoeveel mensen er effectief misschien de video uitkijken en hier wat aan hebben. En je kan me natuurlijk ook volgen via de community. Niet altijd duidelijk voor iedereen. Die vind je bovenaan in de menubalk. Gewoon via het YouTube-kanaal. Bovenaan in de menubalk vind je de community. Daar laat ik regelmatig berichtjes achter over de energie en andere mededelingen. Nu, dankjewel voor het kijken. Ik wens jullie nog een hele fijne week. De persoonlijke korte video's die komen er trouwens ook aan. Ik heb alleen met carnaval niet heel veel kunnen werken. Dus ik ben nu volop aan het inhalen. Dus al wie een aanvraag heeft gedaan, mag zijn of haar video zeker deze week nog verwachten. Oké, tot heel binnenkort. Heel veel liefs. Dag.